In de kunsthal van Hof 88 hangen deze zomer heel veel werken van Museum de Fundatie. Want er is een samenwerkingsverband met het museum. Er hangen werken van Jan Sluiters, prachtige litho's en ook schilderijen van Rob Scholten. Daarnaast zijn er werken te zien van Nancy de Graaf, een jonge, veelbelovende kunstenares. Er zijn ook kinderen die deze weken regelmatig naar deze schilderijen hebben gekeken. Ze hebben er veel plezier in en leren zo om kunst op een hele andere manier te waarderen. We zijn heel erg blij dat we deze tentoonstelling weer kunnen doen dit jaar. Dit is al de vierde keer dat we een samenwerking hebben met de fundatie. En daar zijn we toch echt wel trots op. Deze werken, ik ben er erg van gecharmeerd, die zijn van Rob Scholten. Het is een hele serie. En het werk wat daar hangt, dat is ook wel heel mooi. Dat is boter, kaas en eieren en het is heel strak geschilderd. Je blijft er eigenlijk naar kijken. In de andere hal hangen werken van Jan Sluiters. En nou, die zijn ook prachtig. Die zijn heel lang geleden gemaakt. En Rob Scholten heeft ze verzameld. En die hele verzameling heeft de fundatie overgenomen. Dus vandaar dat het hier hangt. Het moet een beetje in het, niet in het daglicht hangen, vandaar dat het een beetje verduisterd is. Ja, want ze gaan over een bepaalde periode, ik geloof over de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. De Wereldoorlog. Het zijn spotprenten en soms zijn ze een beetje eng om te zien, vinden wij. Maar de groep kinderen die hier vorige week was, die zei, nou, wat eng. Het was helemaal niet eng, vonden ze, maar goed. Nancy de Graaf, ja, dat is een hele bijzondere, heel bijzonder talent. Ze heeft ook al 2 prijzen gekregen. En straks, als de kinderen komen van Zomerschool Talenta, dan gaan we daar beginnen. Want dat prikkelt ook de fantasie. Dus daar gaan we mee beginnen. Er zitten wel heel veel kleuren in verwerkt, zie je dat? Heel veel kleuren. En heel veel vormen. Weet je hoe Nancy te werk gaat? Ze gaat wat vlakken schilderen. Dat zie je. Kun jij vertellen wat jij ervan vond om vanmorgen die schilderijen te bekijken? Heel leuk. Heel leuk. En wat vond jij vooral een leuk schilderij? Die schilderij met die vuur en vlam. Een schilderij met vuur en vlam, dat vond jij heel mooi? Ja? Dat was heel leuk. En wat vond jij zo mooi aan al die verschillende schilderijen? Want je hebt ook een schilderij gezien waar heel veel uit te halen valt. En heb jij daar nog iets speciaals in gezien? Ja, allemaal verschillende dingen die verstopt waren. Dat heb ik met mijn vrienden gezien. Die staat bij schilderijen waar scheuren in zitten. Wat vind je daar zo mooi aan? Nou, ik vind het zeg maar iets hebben. En het zit zeg maar zo'n mooi patroon in. En het is niet allemaal hetzelfde. Maar het heeft gewoon iets zeg maar dat het zo mooi is. En dat het zo goed gedaan is. Dat het zo realistisch is.